allemaal, ik ben Mandy en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video geef ik jullie 10 examentips en in de video van gisteren deelde ik mijn ervaring met de examens. Dus als je dat leuk vindt, kun je die ook nog eventjes bekijken. Hij zal in het i'tje staan en hier beneden in de beschrijving. Het is nu maart en dat betekent dat het over 2 maanden mei is. En in mei vinden altijd de examens plaats. Ik heb vorig jaar examen gedaan en ik vond het best wel een beetje spannend. Ik weet zeker dat er nu ook mensen zitten te kijken die nu al helemaal in de stress zitten voor hun examens. Dan heb ik nog 10 onderwerpen met tips. Als eerste, plannen. Ik ben ook zelf niet al te goed in plannen, maar plannen is toch wel heel erg belangrijk om je examen goed te kunnen halen en om het leren bij te houden. Wat ik wel had gedaan, ik heb op een briefje geschreven, dit briefje heb ik dus nog bewaard, welke examens ik had, welke vakken. Ik deed examen in 6 vakken, op welke datum het was en op welke tijd. Dat is natuurlijk wel erg belangrijk om te weten. En die hing op bij mijn bureau, zodat ik dat altijd bij de hand kon houden en dat ik dat kon zien en daar rekening mee kon houden. Bij plannen is het vooral heel erg belangrijk dat je realistisch blijft. Als jij weet van jezelf, ik kan niet alle vakken op 1 dag doen, dat kan waarschijnlijk bijna niemand, dan moet je ook niet op gaan schrijven, ja, ik doe eventjes nu 8 vakken leren, maar ga dan gewoon 2 vakken per dag leren. En begin dan op tijd aan het leren. Ga niet 1 week van tevoren beginnen en dan elke dag al je vakken doen, want ik weet zeker, als je dat gaat opschrijven en dat je dat gaat doen, dat gaat je gewoon niet lukken. En dan kom je helemaal in de knoop met jezelf en dan ga je het niet halen. Wil gewoon niet te veel van jezelf en spreid het gewoon goed uit en doe elke dag 1 of 2 examens oefenen. Om een echt goede planning te maken kun je natuurlijk vragen aan iemand op school of diegene je wil helpen. Iemand uit je straat, je buurman, je vriend, je vriendin. Of natuurlijk, op YouTube staan ook genoeg planfilmpjes. Dus daar kun je altijd nog wat van leren. 2. Leren. Er zijn natuurlijk altijd mensen die hun oude samenvattingen van door al de jaren heen hebben bewaard. En die kunnen natuurlijk altijd handig zijn. Maar het allerbelangrijkste zijn oefenexamens. En geloof me, ik heb er ook veel gemaakt. Als jij veel oefenexamens maakt, dan kun jij kijken per vak wat jij niet begrijpt. Want de dingen die je wel begrijpt, die hoef je natuurlijk niet zo goed meer te leren. Daar hoef je minder aandacht aan te besteden. En dingen die jij niet begrijpt, kun je nog navragen aan je docent. Opzoeken op YouTube in uitlegfilmpjes. Of gewoon terugkijken in je oude boeken. In je samenvattingen en dan kun jij veel beter leren. Maar geloof mij, je moet gewoon echt veel oude examens maken, want daar leer je echt het allermeeste door. Je weet hoe de vragen worden gesteld, hoe het in elkaar zit, hoe lang je de tijd hebt en hoe snel jij voor iets moet zijn. Werk ook echt op de tijd. Als je 2 uur hebt bij je echte examen, ga dan niet bij je oefenen 4 uur erover doen, want dan weet je dat je voor sommige opdrachten veel minder de tijd hebt. Als jij bijvoorbeeld 2 examens op een dag maakt, ben je ongeveer 4 uur bezig. Ga dan niet in die echte examens natuurlijk een pauze nemen. Dat kan je natuurlijk ook niet als je in die gymzaal je examen zit te maken. Maar ga eerst je 2 uur dat examen maken. Neem dan een pauze van een half uurtje of een uurtje geld eten. Ga eventjes naar buiten gaan wandelen. En doe eventjes waar je vrolijk van wordt. En maak dan weer een nieuw examen. Zodat je weer fris bent, vol energie en dat je dan weer goed kunt oefenen. Ook is het super fijn als je een opgeruimde omgeving hebt. Ruim van tevoren voor de examenperiode begint. Goed je kamer op en hou dat ook zo netjes. En vooral je bureau of de plek waar je je examens oefent, is dat heel erg belangrijk. Anders word je alleen maar afgeleid door die pennendoos die er staat. Of dat je oortjes daar nog liggen. Je telefoon, dat is ook heel belangrijk om uit te zetten. Laat je telefoon gewoon echt eventjes aan de kant. Die heb je er ook niet bij je echte examen. Dus leg hem weg, zet hem uit, geef hem weg. Doe er iets mee dat je hem niet meer aan kan raken. En ga dan gewoon je examens oefenen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ben je zo'n persoon die allemaal dingen in zijn hoofd krijgt die hij straks vanavond of morgen of volgende week nog moet gaan doen? Leg dan een briefje naast je neer en schrijf daar de woorden op die je nog moet doen. Zodat je hoofd helemaal leeg is. Nou ja, wel met de dingen die je moet weten voor je examen. Maar niet de dingen die er buiten. En dat jij je gewoon helemaal kunt focussen op je examen. 3. Motivatie. Dit is ook wel een heel belangrijk punt. Ik snap dat je geen zin hebt om al die dingen te leren. Maar denk eraan, na je examens heb je lekker lang vakantie. Zitten andere mensen nog op school terwijl jij zit te leren? Als het mooi weer is, is het wel een beetje naar. Maar daarna heb je lekker lang vakantie. En dan kan jij lekker buiten spelen in de zon. Buiten spelen, oké, dat klinkt nu echt alsof ik een klein kind ben. Je snapt wat ik bedoel. Bedenk ook in je hoofd dat je dit jaar niet nog een keer wil overdoen. Dus je moet echt hard leren om dit jaar niet nog een keer over te hoeven doen. En goede cijfers scoren, want het is erg belangrijk voor je toekomst en je baan die je wel later wilt doen. Kijk uit naar de opleiding waar je al bent aangenomen. En denk daaraan dat je die daarna na de zomervakantie mag gaan doen als jij je examens haalt. Wat ook nog een leuke tip is, hier had ik zelf niet echt meer tijd voor. Of ja, ik heb het uiteindelijk niet meer gedaan, maar ik dacht er wel aan. Maak een soort van motivatieplaatje. Ga dingetjes opschrijven, opplakken met leuke fotootjes die jij in de vakantie gaat doen als jij bent geslaagd. Want als jij dan
naar die poster kijkt. Je gaat leuk op vakantie. Je gaat leuke dingen doen met je vriendinnen. En als je daar dan naar kijkt, dan denk je, oh ja, daarvoor doe ik het. En dan heb je meer motivatie. 4. Handige websites. Ik heb 6 handige websites. Ik zal ze in de beschrijving zetten en nu even kort benoemen. Want bij de ene kan je oude examens vinden. Bij de ander kan je helemaal laten aftellen tot je examens. Dan kan je nog per minuut zien hoe lang het nog duurt. Nog 11 dagen en 50 minuten tot je examen staat er dan. Want jij vult dan je eigen examens in. En dat kun je dan elke dag bekijken. Elke dag krijg je dan ook een tip. Bij de ander, bij het LAX bijvoorbeeld, kun jij weer een klacht indienen. Of een vraag stellen aan medestudenten die er verstand van hebben. Het is super handig. Kijk even in de beschrijving voor de website. 5. De vakken. Nou ja, ik zal dingen vertellen over mijn vakken. Van de andere vakken die ik niet heb gedaan, heb ik natuurlijk geen verstand. Ik zal even vertellen wat mijn ervaring ermee was. Of ik de toets moeilijk vond en wat ik er nou echt voor moest weten. Als eerste Nederlands. Hier baal ik heel erg van. Ik was best wel goed altijd in Nederlands. Alleen ik heb dit examen niet afgekregen. Dus heb ik maar een 5,5 voor mijn centraal examen gehaald. Dat vond ik echt wel heel erg jammer. Want als ik meer tijd had gehad, weet ik zeker dat ik een veel beter cijfer had kunnen halen. Maar ik had hem gewoon niet af. Want je moet best wel veel doen met Nederlands examen. En van mezelf ben ik niet heel erg snel. Dus die heb ik niet af kunnen krijgen. En ik was zeker niet de enige. Er waren wel meer mensen in Nederland die het niet af hadden gekregen. Dus misschien hebben ze er dit jaar iets aan gedaan en hebben ze de toets verbeterd. Ik hoop het voor jullie in ieder geval. Bij het Nederlands moet je 2 zakelijke teksten behandelen. 1 reclame of advertentie, 1 samenvatting maken en nog 1 andere schrijfopdracht, zoals een brief schrijven bijvoorbeeld. Dan heb ik nog een aantal tips voor het vak Nederlands. Je moet heel goed citeren. Als er staat citeer dan op deze manier die hier nu in beeld staat. Eerst heb je 1 hoge komma, dan zet je het eerste woord van de zin, dan pak je een haakje, zet je 3 puntjes, sluit je met een haakje, zet je het laatste woord van die zin neer, een punt natuurlijk om de zin af te sluiten, een hoog haakje en dan zet je nog tussen haakjes R, punt en dan het regelnummer en dan sluit je natuurlijk weer af met een haakje. Goed citeren, anders kan dat ook fout gerekend worden. Natuurlijk super standaard, maar begin elke zin met een hoofdletter. Heel erg belangrijk. Sommige mensen vergeten dit nog wel eens, maar dat is wel echt heel erg belangrijk. Moet je samenvatten, let dan goed op het aantal woorden dat je mag gebruiken. En je mag er maximaal 10 woorden boven zitten. Let daar heel erg goed op, want anders kan je ook veel punten aftrek krijgen. Bij samenvatten heb je natuurlijk best wel een beperkt woordenaantal. Geef geen voorbeelden, want dat kost natuurlijk alleen maar meer woorden en is alleen maar onnodig. Je hebt soms nog wel eens dat je je samenvatting schrapt. Lees hem dan nog eventjes goed na en kijk of hij logisch en goed doorloopt. Ga ook niet krassen, maar zet gewoon 1 duidelijke streep er doorheen. Want dat kost je minder tijd en dat is veel netter, want je wordt ook beoordeeld op je netheid. Het klinkt misschien heel erg raar, maar neem je rekenmachine mee. Ook bij Nederlands. Want bij Nederlands kan je dan de woorden tellen van je samenvatting. Als je bij elk stukje van je samenvatting gewoon eventjes het woordenaantal zet, dan kan je ze op het laatst allemaal optellen. En dan gaat het veel sneller dan ze allemaal zo gaan tellen. En dan weer in de war raken. Zo voorkom je ook fouten. Bij Engels heb je leesteksten en je moet een brief of een mail schrijven. Bij de brief moet je wel eerst heel regels weten. Hoe je de adresgegevens moet opschrijven. Bij ons had iedereen dat helemaal uit zijn hoofd geleerd. We hadden helemaal een brief verwacht. Moesten we ineens een e-mail gaan schrijven waarbij het e-mailadres zo allemaal stond voorgeschreven. En we dat uiteindelijk helemaal niet meer nodig hadden. Maar de kans is dan groot dat ze dit jaar geen e-mail hebben, maar wel een brief. Dus leer goed die regels uit je hoofd. Verder ben ik niet zo goed in Engels, dus vond ik sowieso de toets wel moeilijk. Wat ook wel kan helpen, maak de leukste teksten eerst. Je hebt altijd heel veel verschillende onderwerpen bij de teksten bij Engels. Maak dan gewoon de leukste onderdelen eerst, zodat je er een beetje in komt en het een beetje beter begrijpt. En zodat je het makkelijker kan maken. Wiskunde. Neem gewoon alle spulletjes mee die jij normaal ook gebruikt bij wiskunde. Rond altijd goed af. Ken de formules. En geef altijd je berekeningen. Want is je eindantwoord fout, kun je alsnog een punt krijgen voor je berekening. Dus heel belangrijk dat je die opschrijft. Want misschien kan je daardoor dan toch nog een goed cijfer halen voor dat examen. Bij economie. Ik vond die best wel goed te doen. Want ik vond het ook altijd best wel een leuk vak. En ik was er niet te slecht in. Dus dat kwam mij best wel goed uit. Daar moet je gewoon heel goed de standaard formules weten. Zoals nieuw min oud en dat soort dingetjes. Verder moet je heel goed lezen wat ze willen. En desnoods onderstreep je dat of doe je dat even met een marker. Want die mag je er ook allemaal bij hebben. Dan heb ik nog drama. Dit is een boekje die wij hadden voor drama. Die stonden allemaal begrippen in, best wel veel. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die examen doen in drama. Ik vond het wel heel erg leuk, maar ik vond de toets toch nogal moeilijker dan verwacht eigenlijk. Wij maakten hem op de computer en je moest ook gewoon filmpjes kijken. Je moet heel goed de begrippen kennen bij drama. Bij aardrijkskunde
Ja, die vond ik ook wel gewoon zoals normaal bij aardrijkskunde. Je hoeft er gelukkig geen atlas te gebruiken, want dat zou echt een hel worden als iedereen daar met die atlas zat te kloten. Maar ook bij aardrijkskunde moet je goed lezen en goed de begrippen kennen. 6. Wat is handig om mee te nemen? Neem water mee, iets te eten, zoals nootjes of misschien wel een banaan. Iets waar jij energie van krijgt en wat je lekker vindt en niet al te veel geluid maakt. Niet dat je ineens aankomt met een hele zak chips. Verder is een etui, tenminste dat was bij mij toegestaan. Misschien is dat op sommige scholen niet toegestaan, maar zo dingen zoals een potlood, pen, 2 pennen, een reservepen, zoals die het ineens niet meer doet. Dat zou echt erg zijn. Dus neem altijd een reservepen mee, een gum, een geodriehoek, een rekenmachine. Een horloge is ook altijd handig, kun je zelf de tijd van dichtbij zien. En als je een meisje bent, een haarelastiekje, want het kan warm zijn en dan zit je haar niet in de weg en dan hoef je daar niet meer aan te denken. Bij elk examen mag je een woordenboek gebruiken, dus als je een woord niet kent die te moeilijk is, dan kun je die altijd gewoon opzoeken. Ook handig om een woordenboek mee te nemen dus. 7. Handige dingetjes. Ben je een persoon die heel erg zenuwachtig is en alles zo gaat zitten klikken met zijn pen? Dat kan super irritant zijn voor de andere mensen in de examenzaal, dus doe dat alsjeblieft niet. Dit is bijvoorbeeld een pen van Bic. Die kun je gewoon kopen bij de Action. En die kun je zo draaien hier aan dit stukje. Dus misschien als je zenuwachtig bent, kun je draaien aan dit stukje. En hoef je niet te klikken met je pen. Fijn voor jezelf en fijn voor de rest in de zaal. Ook handig is, in je woordenboek, natuurlijk staat op de achterkant alle letters. Dus dan moet je helemaal zo weer met je vinger gaan lopen kijken. Dat kan natuurlijk heel veel tijd kosten. Dus je kan bij elke letter, een nieuwe letter die begint in het woordenboek, kan je een klein foutje maken, zodat je makkelijk open kunt slaan en zo al bij de letters bent. Dan krijg ik de vraag, is het nodig om gespannen te zijn? Nou, aan de ene kant, gezonde spanning is goed. Daar kun je ook beter van opletten. Maar denk goed bij jezelf na. De jaren hiervoor heb je ook allemaal gehaald. En eigenlijk zijn je examens een samenvatting van alle jaren hiervoor. Dus geloof in jezelf en dan kun je het echt wel halen. Dit ligt natuurlijk persoonlijk, maar wat ook best wel handig kan zijn is samengevat. Dit had ik hier. Hier staan gewoon allemaal samengevatte dingen in van alle hoofdstukken. Hier staan ook begrippen in. Kan heel erg handig zijn, maar dat ligt bij jezelf. Een examenbundel kan wel handig zijn voor de vakken die jij moeilijk vindt. Want hier zitten dus ook nog tips in en uitleg bij de vragen en opdrachten. Ik hoor wel eens dat er wordt gezegd dat jij je vragen gewoon random mag maken. Van 3 naar 6 naar 10 en dan weer naar 2. Dat zou wel handig kunnen zijn als je sommige niet snapt. Maar ik zou dan heel erg bang zijn dat ik vergeet om sommige te maken. Maak dus een lijstje naast je. En leg die neer welke vraag je nog moet maken. Sla je 2 over, schrijf op het lijstje 2. En controleer dan op het laatste of je echt alles hebt gemaakt. Want anders zit het door de war en dan kan je het niet meer bijhouden. Wordt het een chaos in je hoofd en straks heb je heel veel opdrachten gemist. Dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn. 8. Van tevoren. Check de dag van tevoren of je wekker goed staat. Licht je ouders even in hoe laat je moet opstaan. Zodat hun er rekening mee kunnen houden als je ineens niet uit je bed bent. Want als je verslaapt, zou het heel jammer zijn. Want als jij later komt dan een half uur bij je examen, mag je niet meer naar binnen. En kun je heel het examen niet maken. Ben je nog binnen dat half uur, dan mag je wel beginnen. Maar moet je wel op dezelfde tijd stoppen als de rest. Dus dan heb je eigenlijk korter de tijd. En dat is ook wel heel erg vervelend. Ga in die tijd van je examens niet uit. Ga gewoon op tijd slapen, zodat je goed geconcentreerd bent op je examens en dat je niet half in slaap valt als je een examen aan het maken bent. Pak je spullen die avond van tevoren al, leg een chille outfit klaar, want bij je examens, niemand let op hoe je eruit ziet. Iedereen is bezig met zijn eigen examen. Ga er dus nooit heen in je joggingpak. Dat kan bij mij ook heel erg veel voor. Doe waar jij je fijn in voelt. Ook een hele goede, ga van tevoren nog naar de wc. Want als jij onder je examen naar de wc moet, bij ons mocht dat, maar dan moet er wel een leraar meelopen. Ik weet niet tot hoever dat persoon meeloopt, want anders is het ook weer een beetje privacy schending natuurlijk. Maar het lijkt me gewoon niet fijn als je onder je examen naar de wc moet gaan. 9. Tijdens je examen. Tijdens mijn examens was het helemaal stil. Ik denk dat het bij iedereen wel zo is. Want wie gaat er nou praten onder een examen? Dat gaat niet. Dan word je gedisqualificeerd. Dus er is gewoon een stilte. Vul altijd al je antwoorden in. Desnoods gok je een antwoord. Schrijf je iets raars op. Misschien heb je het wel goed. Je weet het maar nooit. Maar een antwoord gokken is altijd beter dan niks opschrijven. Wat ik deed als ik het eventjes niet wist. Dan nam ik eventjes een slokje water of een klein nootje. Of ter energie weer een stukje chocola. Maar wacht niet te lang. Sla desnoods een vraag over. En ga dan gewoon verder. Want het kost je allemaal tijd. Lees heel goed de vragen. Begrijp wat er wordt bedoeld. En schrijf ook duidelijk je antwoorden op. Want de antwoorden worden bekeken door jouw eigen leraar. Maar ook door een leraar van random ergens school uit Nederland. En die moet jouw handschrift ook goed kunnen lezen. Schrijf meer keuzevragen
altijd in een hoofdletter. Is het dus A, B of C? Schrijf het in een blokletter, want dat is duidelijk en verplicht. Vind jij het examen moeilijk en weet je niet waar je moet beginnen, want de eerste opdracht begrijp je bijvoorbeeld niet, maak dan eerst de vragen waarvoor je de meeste punten krijgt. Want als je dan niet klaar bent met je examen, dan heb je toch nog wel vragen gemaakt waar je de meeste punten voor hebt gekregen. 10. Na je examen. Nou ja, na je examen heb je je examen niet afgekregen. Vond je een vraag heel erg vaag, niet goed geformuleerd, zat er een fout in? Ga dan een klacht indienen. Ga naar de website examenklacht.nl of bel naar nummer die op die website staat en dien je klacht in. Want als er meerdere klachten worden ingediend, doe dat desnoods met heel je klas of schakel heel Nederland in. Dan zou de normering van dat examen kan het omhoog gaan en kan jij dus een hoger cijfer uiteindelijk krijgen. Dus klachten indienen kan echt wel werken als je met een grote groep bent. Verder kun je natuurlijk de antwoorden checken op de website. Doe wat fijn voelt. Als je dat echt niet prettig vindt, doe het niet. En anders doe je het wel. Als je thuis komt naar je examen, ga dan niet gelijk weer leren voor de volgende dag. Maar doe het later. Ga eerst eventjes chillen. Je hebt al hard genoeg gewerkt aan je examen. Als je de uitslag hebt gekregen van je examen en je kan een herkansing doen, denk heel goed na voor welk vak jij een hoger cijfer zou kunnen halen. En ga die herkansen. Heb je er helemaal geen zin om te herkansen? Ja, doe het dan niet. Maar in mijn geval dacht ik echt dat ik anders spijt zou krijgen. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Het is bij mij mislukt. Ik heb een lager cijfer gehaald. Maar ik heb het in ieder geval wel geprobeerd. Ik kan niet voor heel de rest van mijn leven spijt hebben dat ik het niet heb herkanst. Wanneer jij bent geslaagd, kan per jaar nog soms wel eens verschillen. Ook met de cijfers en de rekeninghouding van de rekentoets. Dus daar ga ik nu niet echt iets over vertellen voordat je iets verkeerd meekrijgt. En natuurlijk, al deze dingen in deze video kun je wel altijd nog eventjes navragen bij een leraar. In de beschrijving staan dus handige websites voor je examen en ook wanneer je bent geslaagd of niet. Nou, dit was dus mijn tips. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt als jij dit jaar examens hebt. Heel veel succes. Ik hoop dat je je examens haalt. Laat hier beneden in de reacties weten als je nog een betere examentip hebt. Misschien hebben andere mensen daar dus nog iets aan. Vragen stellen mag altijd in de reacties. Ik zal ze beantwoorden. Als je het een leuke video vond, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!